De legenda laat zien dat er wel 30 centimeter water op straat kan ontstaan. Dat is geen levensbedreigende situatie zoals bij een dijkdoorbraak. Maar dat kan wel voor forse overlast zorgen. Overlast bijvoorbeeld omdat hulpdiensten deze wijk moeilijker kunnen bereiken. Als hier het water bijvoorbeeld op straat staat, dan zit hier een lager gelegen deel in het trottoir. En vervolgens loopt het water op het parkeerterrein daar beneden. Dus daar moet echt over nagedacht worden of je dit soort constructies wellicht anders kunt maken. Misschien een tientje per jaar. Maar voor een agrarisch bedrijf kan dat om grotere bedragen gaan of voor een industrie. We kunnen ons uiterste best voordoen om ervoor te zorgen dat dat geen mensenlevens gaat kosten. En daar ben ik ook van overtuigd dat we dat kunnen regelen met elkaar. Maar dat het overlast en dat het schade zal veroorzaken, ja, dat kunnen we echt niet voorkomen ten alle tijden.